Mijn naam is Richard van WP Helpdesk en in deze video ga ik je laten zien hoe je een backup maakt bij de webhosting van SiteGround. Dus dan zijn we op de SiteGround website en dan gaan we naar login. Logt in met de juiste gegevens en dan gaan we naar mijn account. Heb je een overzicht met al je accounts, dan ga je naar Go to cPanel. En dan scrollen we even een stukje naar beneden. En dan heb je hier de groep Backups Manager. En dan kan je klikken op Create Backup. Dus het kan je kiezen om alleen je database te backuppen. Dat is sowieso handig om dat met enige regelmaat te doen. Die neemt ook niet heel veel opslagruimte in. Daar staan eigenlijk al je pagina's en berichten in. Dus dat is altijd een goede om bij de hand te hebben. Maar wat we nu eigenlijk willen, en wat je sowieso eigenlijk moet doen voordat je een grote update doet aan je website, is downloaden een full backup. Dan kun je zeggen dat je hem home directory, en dan zodra die klaar is, ga je daar een e-mail van krijgen en kan je die downloaden. Als je dan na een tijdje wachten de pagina herlaat, dan zal je zien dat er een link staat met Available Backups to Download. En dan kan je je backup dus downloaden. Het kan enige tijd duren, dus een beetje afhankelijk van hoe lang en hoe groot jouw website is. Bij hele grote websites kan het soms wel een uurtje duren. Nou, is hij bezig met downloaden. En dan zie je dus dat de database die we eerder hebben gedownload 2,6 MB is, maar de volledige backup al meer dan 400 MB. Dus dat is niet eentje die je tot in lengte vandaag op je computer wilt hebben staan. Maar voor nu is het in ieder geval goed om die bij de hand te hebben. Wanneer we dan weer terug zijn bij My Accounts, moeten we weer terug naar cPanel. Aangezien het niet heel verstandig is om een backup van dat formaat op de webhosting te laten staan. Dus deze kan je dan verwijderen via de file manager van SiteGround. Ga naar de home directory, want daar hadden we zojuist aangegeven dat daar de backup opgeslagen moest worden. Je ziet hem openen in een nieuw venster. We zien hier de backup staan. Klik je aan en dan delete. En dan is dat bestand weer van de webserver verwijderd. En dat is hoe je een backup maakt bij SiteGround Web Hosting. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je die insturen via de website www.wphelpdesk.nl of ons bellen op 0900 0279.